Wat is op, guys? Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een vensteropname kan doen. Nou, zoals jullie kunnen zien, zien jullie dit, waar ik met een muis aan wijs. Heel vaak. En ik wilde er vanaf en ik kreeg een tip van mijn vriend hoe je dat moet doen. Ik ga ook laten zien hoe het gaat. Oké, als eerste ga je hier naar deze plus. Hier. Oké. Dan kies je voor vensteropname. En bijvoorbeeld, ik wil, kijk gewoon op, oké. Ik wil Roblox doen. Dus dan druk je eigenlijk op gewoon op nieuwe maken. Ik noem het gewoon even Roblox. Dan druk je op oké. En zie je dit? Nou oké, dan druk je op oké. En dan heb je dus dit. Nou heb je dus eigenlijk de opname van dat je Roblox gaat spelen. En dan kan je ook nog je eigen je gezicht toevoegen. En wat je daarvoor nodig hebt, ik zal even een link in de beschrijving toevoegen waar je dit programma kan doen. Is een webcam. Die moet je aansluiten op je computer. Dus wat je gaat doen is, je drukt weer op de plusje. Oké, ja, je ziet dit nog, want dit is niet helemaal recht. Helemaal volledig uitgebreid. Eigenlijk moet je nog een stukje langer, dus laten we het doen. Eigenlijk kan je gewoon zo aanpassen. Oké, jongens, ik heb het ongeveer zo gedaan. Maar wat je gaat doen is, je drukt weer op het plusje. En dan druk je op videoopnameapparaat. Oké, gewoon op oké. En dan zie je nu mijn gezicht, oké? Druk je op oké en dan kan je hier gewoon... Dit kan je groot maken, maar je kan het ook kleiner maken. En ja, je kan dit allemaal aanpassen. En dit is dus hoe je zo'n vensteropname maakt. In elk geval, hoop dat je deze video leuk vond. Als je dit een leuke video vond, vergeet niet te liken. En te abonneren voor meer video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Peace out.